Hallo allemaal, mijn naam is Kjeld en leuk dat jullie kijken en luisteren voor een nieuwe video. Wie de seizoen 2024 zit erop en dat betekent dat het tijd is om terug te blikken. Vandaag bespreek ik hoe we de zetten dit seizoen hebben gedaan over wie de beste is. Bestaat natuurlijk geen twijfel, maar ik wil ook. Aandacht besteden aan andere renners die dit seizoen sterk hebben gepresteerd. Daarom heb ik een top 5 samengesteld voor zowel de mannen als de vrouwen. Die keuzes ga ik uiteraard onderbouwen. En ik werp ook alvast een blik op volgend jaar. Welke klasse mensenrenners moeten we in de gaten houden in 2025? Ik hoef er geen geheim van te maken dat Tarij Pocatia bij mij op nummer 1 staat als je naar zijn seizoen kijkt. Pocatia reed drie etappekoersen. Hij won het klassement en vier etappes in Catalonië en domineerde zowel de Giro als de Tour. Hij pakte daar beide de klassementen met een voorsprong van meer dan 6 minuten in de Tour en meer dan 9 minuten, bijna 10 minuten in de Giro en behaalde in totaal maar liefst 12 etappes. Het beste seizoen ooit van een klassementrenner. Renner, want niet alleen de overwinningen maakt dat duidelijk. Maar vooral de manier waarop hij met zoveel dominantie. Alle etappes en die drie klassementen op zijn naam schreef. Een van de redenen dat hij dit jaar zoveel heeft gewonnen en het hele seizoen op topniveau bleef, ligt volgens mij ook in zijn slimme seizoensindeling van hemzelf. En natuurlijk ook vooral van de ploeg. Hij nam precies op de juiste momenten rust en vermeed. Tussen haakjes, onnodige etappekoersen voor de Giro en ook voor de Tour. Net als een drukke voorjaar. Daarnaast had Pocaccia natuurlijk ook het geluk dat hij helemaal geen tegenslagen kende. Geen valpartijen of mechanische problemen op cruciale momenten of het ziek zijn. Voor velen is het misschien wat moeilijk te begrijpen hoe Pokaatja zich in slechts 1, 2 jaar zoveel heeft kunnen verbeteren. Omdat hij de afgelopen 2 jaar nog verloor van 4 jaar. En nu wint hij de toer met een meer dan 6 minuten voorsprong. Ik denk dat die nederlagen hem juist gemotiveerd en tegelijkertijd ook getriggerd hebben. Om nog en nog beter te worden. Het is ook een feit dat hij delen van zijn training heeft aangepast. Er zijn meerdere artikelen over naar buiten gekomen. En Bocaccia heeft dat ook in een interview zelf gezegd. Linkje van de zet ik in de beschrijving. Hij heeft meer hitte gedaan. Was hij altijd wat minder in dan Vingaar? Meer getraind op de langere beklimmingen? Was hij ook altijd wat minder in de langere beklimming dan boven de 40 minuten? En ook werkt hij sinds vorig jaar de winter met een nieuwe trainer. Die blijkbaar gewoon nog meer. Uit zijn potentieel kan halen. Daarnaast is hij nu ook gewoon wat ouder, ervarer. Wat ook kan zorgen voor progressie. Dus met onder meer deze veranderingen allemaal bij elkaar genomen. Vind ik dat je zijn spectaculaire prestaties van dit jaar wel kan verklaren. In interviews heeft Bocaccia ook al wat hints gegeven over zijn programma van volgend jaar. Dat lijkt nog heel erg ver. Maar voor je het weet is het januari, februari. En begint het nieuwe seizoen alweer. Hij zal zijn seizoen sowieso gaan beginnen. In de UAE Tour en zal natuurlijk zijn uh, titel gaan verdedigen in de Tour de France. Aangezien hij dit jaar de Giro Tour dubbel reed, verwacht ik dat hij volgend jaar eerder zal kiezen voor uh, de Tour Vuelta combo. Want als hij de Giro overslaat, kan hij namelijk een uh, breder en uitgebreider voorjaar rijden. De ronde van Vlaanderen en Milaan-San Remo, die hij echt heel graag wil winnen, zullen sowieso denk ik op zijn uh, programma staan en mogelijk. Ook E3, aangezien hij vaker gewoon in interviews heeft aangegeven. Dat hij nog ontbrekende races op zijn palmeres wil winnen voor de Tour. Vermoed ik dat hij een van de drie heuvelklassiekers zal rijden? Dat is denk ik. Luik, Bassenaken, Luik. Dat ligt hem gewoon wat meer. Denk ik dan de Amstel Gold Race. En de Waalse Pel. En de Dauphiné. Ik denk dat hij die zal rijden. Na de Tour verwacht ik gewoon dat hij zal deelnemen aan het WK in Rwanda. Omdat dat parcours hem gewoon heel erg goed ligt. Hoewel dat altijd maar weer afhangt. Hoe hij de Tour natuurlijk verteert, verteert, verteert naar zo'n intensieve. Begin van het seizoen. Genoeg over Pocatia, tijd voor de tweede plek. In mijn ogen gaat die tweede plek tussen Jonas Wienergaard en Primoz Rolis. Wienergaard won drie etappekoersen: Ook Camillo, Tirreno Adriatico en de Ronde van de Polen, en werd tweede in de tour. Met in totaal 5 overwinningen op een niveau. Primoz Roglic behaalde 8 overwinningen op niveau, Inclusief de eindklassementen in de Dauphiné. En natuurlijk een grote ronde rondewinst, La Vuelta. Maar viel wel uit in de Tour. Op basis van de prestatie zou ik Roglic altijd op plek 2 zitten. Vanwege zijn 2 grote eindoverwinningen in de Dauphiné en in de Vuelta. Hoewel Vinga ook 2 klassementen op zijn naam heeft geschreven, met het en de ronde van Polen. Is het duidelijk dat de Vuelta hoger staat aangeschreven. dan die twee rondes die hij won. Toch kies ik. Voor Vingegaar als de op 1 na beste klasse mensrenner van dit jaar. Omdat hij in de Tour gewoon duidelijke sterker was dan Roglic zelf. Voordat Roglic uitviel. Een tweede plaats in de Tour. Waarbij je vrijwel elke andere topklimmer behalve dus Pogacar. Inclusief Roglic tot zijn crash verslaat. Laat mij gewoon zien dat Jonas op een hoger niveau presteert. Dan wat nodig is om de Vuelta te winnen. Ook al zal denk ik uh, elke andere renner liever de Vuelta winnen dan de tweede worden in de Tour. In dit geval laat de toerprestatie van Vingerkaart voor mij gewoon zien dat dat net iets hoger staat dan de Roglic dit seizoen. Op basis van dit verhaal zet ik Primoz Roglic op plek 3 boven Remco Evenepoel. Evenepoel werd uh, wel, weliswaar derde in de Tour Tweede in Parijs niet zeven in de Dauphiné. En won in Algarve. In directe confrontaties, uh, confrontatie in de Tour was hij ook beter dan Roglic. Toch wegen de overwinning van uh, Roglic in de Vuelta natuurlijk. Uh, die eindwinst in de Vuelta en Dauphiné vind ik zwaarder. Even de boel behaalde dit jaar namelijk ook geen enkele overwinning in een World etappekoers Etappenkoers heb ik het dan over. Terwijl Roglic wel resultaten... Op het hoogste niveau liet zien. Naar mijn mening hoort Ben O'Connor thuis op de vijfde plek. Heeft dit jaar echt een uitzonderlijk constant niveau laten zien. Tweede in de UAE Tour. Vijfde in Tirreno Adriatico. Tweede in de Tour of the Elps. Als hij niet gevallen was, had hij hem gewonnen. Vierde in de Giro. En tweede in de Vuelta. Ik heb lang getwijfeld, toch wel, tussen hem en Lennart van Eetveld. Die twee Wild won, Races. UAE Tour en de Green Tour of Guangxi. En ook sterk reed in de Vuelta. Toch plaats ik Ocon op plek 5 vooral vanwege zijn tweede plaats in de Vuelta. En de vierde in de Giro. Ik vind dat deze prestaties gewoon meer waard zijn dan het winnen van twee World Tour races tegen minder sterke concurrentie. Van Eetveld heeft dit seizoen echter wel aangetoond nog meer potentieel te hebben in mijn ogen als klasse mensrenner. Dus ik ben heel erg benieuwd. Wat hij volgend jaar kan laten zien in de grotere etappekoersen. Ik hou het bij een top 5. Maar daarachter komen dan de voor mij renners als Carlos Rodríguez. die ook een prima seizoen heeft gehad. Hetzelfde geldt voor Skelmozen, Ayuso, Mas, Almeida, Landa en Jurgensen. die dit seizoen allemaal ook gewoon een meerdere wedstrijden goed hebben gereden. Als ik een voorspelling voor volgend jaar moet doen, zou ik Pogacar nog altijd op 1 zetten. Vingega op 2, Evenepoel dan op 3 en iets op 4. En voor de vijfde plek is het gewoon heel erg lastig. Daar zitten de klassementsrenners een groepje van 5, 6 toch wel heel dicht bij elkaar in de buurt. Elk jaar kan het in mijn ogen wel schommelen. Dit jaar had ik iets meer van hem verwacht. Carlos Rodriguez. Ik zet hem voor volgend jaar op plek 5. Ben heel benieuwd als ik volgend jaar deze video weer ga maken. Of het dan zo ook uitgekomen is. Deze top 5 die ik, heb, die ik net heb opgenoemd. Daarnaast zijn er ook klassementrenners als Kian Uiterbroeks, Lenny Martinez, Jay Hinley, Die na een tegenvallend seizoen gebrand zijn om zich te herpakken. En ook komen er veelbelovende talenten aan. Zoals de Lipovic, natuurlijk, van wie ik volgend jaar heel veel verwacht. En daarnaast Del Toro, Poel en Only, om er maar een paar te noemen. Ondanks dat Demi Voldering de Tour de France Femme niet won, met slechts 4 seconden achterstand. Is zij voor mij de beste klasse mensrenster van het seizoen 2024? Dit komt gewoon door haar prestaties gedurende het hele seizoen. Ze won de eindovering in de Welta, Itzulia en Burgos, telkens met een meerdere zegens. Vervolgens won ze de ronde van de Zwitserland met drie zegens. en behaalde ze twee overingen in de tour. Waar ze als tweede eindigen omdat Lorena Wiebes dat gele ding. Op de grond liet liggen in Romanië werd ze verslagen door haar eigen ploegenoot Lotte Kopecky. Maar al deze overwinningen maken echt wel du duidelijk dat zij de beste klassemensrenner van, van dit jaar is en niet de toerwinnares Kasia Nivia Doma. In tegenstelling tot volging heeft Nivia Doma naast de tour geen andere klassementen gewonnen of heel dichtbij een overwinning gekomen. Plek 2 is naar mijn mening dan toch wel voor Nivia Doma. Naast de tour heeft ze alleen als een goed resultaat in de klassementen vierde plek in Zwitserland. Kopecky won vier eindklassementen en werd de tweede in de Giro. Die Elisa Longo Borini won naast een podium in de Vuelta en in Zwitserland. Puur op basis van de resultaten in verschillende klassementen zou Kopecky tweede moeten zijn. En Longo derde. Maar een eindoverwinning in de grootste race op de vrouwenkalender. Dat uh, geven we, ja, vind ik toch meer waar. Dat slaat toch hoger aan. Dus in mijn ogen is Nivia Doma tweede. Kopecky derde. En Longo Bikini vierde. De vijfde plek is echt om het even. Want er zijn verschillende rensers die hoge pieken hebben behaald in het seizoen. Maar in andere races weer onderpresteerden. Zoals Juliette Labou. Ze werd de vierde in de Vuelta. Derde in de Julia. Vijfde in zowel de rollen van Zwitserland als in de Giro. Maar haar negende plaats in de Tour was teleurstellend. Ik denk als zij vijfde, vierde was geweest in de Tour, had ik haar sowieso zonder discussie. Op plekken, vijf gezet. Roy Akkers dan, die had een hoge piek in de toer. Eindigde op het podium als de derde en werd de vierde in de Giro. Maar in de rest van de races heeft ze dat niveau niet echt kunnen halen. Behalve een zesde plaats in de UAE Tour. Nieve Bradley van Kenya Swam had ook uitschieters in dit seizoen met de derde plek in de Giro. Tweede plaats in de UAE Tour. Goed won de Settlest Tour down under. En tweede plaats in Zwitserland. Zo zijn er gewoon zoveel renners. Waaronder dus ook een muziek, rode akkers, Bradley en Boe die eigenlijk allemaal wel, als je kijkt naar een seizoen, de vijfde plaatsen verdienen. Toch plaats ik Roy Ackers op plek 5 vanwege haar podiumplek in de Tour. En de vierde plaats in de Giro d'Italia. Bij de vrouwen vind ik het heel erg lastig om een top 5 te voorspellen voor volgend jaar. Omdat er veel renners van het team gaan wisselen. Vollering gaat naar FTG, Zuez, Verramprevo, een keer terug in het wielrennen. En moeten Visma Bike gaan versterken. Elisa Longo Borghini maakt de overstap naar UAE ADQ Labou. Wordt ploeggenoot van de Voldering. Hoe gaat dat uitpakken met daar ook Evita Musici in het team. Terwijl Kopecky zonder Voldering zich misschien wel nog meer kan focussen op het klassement binnen SD Works. Bovendien. Keert Anne van der Breggen terug als Renser. Dus hoe gaat dat met, uh, vol, uh, met uh, Kopecky en Anne van den Breggen wat betreft de klassementen? Ik ben heel erg benieuwd naar Anne van der Breggen of zij, tegen, zij tegenstander kan bieden. Aan vordering. Want uh, het vrouwenwielrennen. rennen. Is natuurlijk de afgelopen jaren sterk veranderd. Het niveau groeit elk jaar weer een beetje op training. Kan ze naar eigen zeggen goed meekomen met de huidige SD-Works renners. Dus ik verwacht wel als je dat soort hoort die berichten. Dat ze in de buurt kan komen van het niveau voordat ze slotten. Je gaat echter natuurlijk ook niet zomaar weer op het hoogste niveau koersen. Voor nu allemaal bedankt voor het kijken en voor het luisteren naar deze video. Vonden jullie deze video leuk? Doe dan zeker even de duimpjes omhoog. Abonneer gelijk dan even hier beneden. Vergeet zeker even niet dat belletje aan te zetten. Zo blijf je op de hoogte van de komende video's die online gaan komen. Ik ben even drie weken afwezig geweest. Sinds nu dan. Want er gaan er nu weer een hoop video's aankomen. Het is bijna november. Dus dat betekent ook dat het weer tijd is voor de team voorbeschouwingen voor volgend jaar. Alle wil teams van de mannen. Vandaag is ook het toerparcours bekendgemaakt van de mannen. En ook van de vrouwen. Dus morgen, en anders de dag erop, dan is het donderdag. Dan komen die video's online sowieso. Deze weken gaat die route-reactie online komen op het mannenparcours van de tour. En natuurlijk ook. Op die van de vrouw. Ik ben heel erg hyped na het zien van de beide parcours. helemaal van de mannen. Waarom? Dat ga ik je dus vertellen in de volgende video, die waarschijnlijk dus morgen en anders overmorgen online gaat komen. Voor nu dus bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Laat zeker weten even in de reacties wat jullie voorspellingen van volgend jaar zijn, wat betreft de klasse En ook hoe dat dit jaar was. Plaatsen. Wie plaatsen jullie op 1? Wie plaatsen jullie op 2, 3, 4, 5? En ga zo maar door. Dus bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Ik zie jullie heel graag terug bij de volgende video. Later.